van de kuikens op het erf van oma was verwond door de kippen. Oma nam naald en draad en naaide de wond weer dicht. Wel heeft hij een aversie overgehouden, dus had hij geen kip. Misschien wel als deze was verwerkt in een Indische schotel. Toen kwamen de Japanners en was het uit met het vrije leven. Padoeve werd geïnterneerd en overleed in het kamp op 3 december 1944 op 54-jarige leeftijd. Hank was toen 11 jaar. Hank heeft altijd gezegd dat als er geen bommen waren gevallen op Japanse steden, dat hij het niet zou hebben overleefd. Het werd te gevaarlijk in Indië, dus besloot zijn moeder om naar Nederland te vertrekken. Dat was in 1946. En tot zijn grote vreugde bleek vriendje Bram aan boord te zijn van de Johan de Witt. Ook de moeder en broer van Eppo Doeve waren aan boord. Bram had al snel in de gaten dat er bij de bemanning smakelijker eten werd gegeten dan door de passagiers. In Nederland aangekomen werd gekeken waar Hank naar school zou gaan. Er mocht in Indië geen onderwijs worden gegeven, dus liep Hank wat achter. De ambtenaar waarmee zijn moeder dit besprak, vond dat hij maar naar de ambachtsschool moest gaan, net zoals zijn zoon. Moeder wilde dit niet, dus moest Hank toelatingsexamen doen voor de HBS. Daar heeft hij zijn HBS-vrienden aan overgehouden. Helaas zijn deze op Ramna overleden en zijn er nu nog de weduwes. Hank was goed in atletiek, maar geld voor nieuwe schoenen was er niet. Kijk maar op het spaarbankboekje, zei zijn moeder. Hank is toen gaan hockeyen en daar genoot hij van. Tot op late leeftijd keek hij dit op de tv. Hank is mijnbouw gaan studeren, iedere ochtend door regen en wind vanuit de Moerwijk naar de universiteit. Waar hij nu nog een vriend, Jan Holthop, van over heeft gehouden. Helaas is deze niet aanwezig door ziekte. Hank had een baantje bij een professor voor extra centjes. Na zijn afstuderen moest hij in dienst. Daar heeft hij een frustratie aan overgehouden, want afgestudeerden werden automatisch officier, hij dus niet. Hij dacht dat het lag aan zijn huidskleur. Ook uit deze periode heeft hij een vriend Henk Kok overgehouden. Beiden op 10 september jaren. Henk is er met zijn vrouw Els. Toen werd Hank door het gouvernement gestuurd naar Nieuw-Guinea, waar naar goud werd gezocht. Daar ontmoette hij de Papoea's, waar hij heel goed mee samen kon werken. Hij had het er naar zijn zin, maar dit hield op in 1963, overdracht aan Indonesië. Wat te doen dus naar het arbeidsbureau. Meneer, u kunt zo een uitkering aanvragen. Meneer Doeve zei, dat is niet nodig. Ik heb gespaard. Er werd aan hem gevraagd of hij dan wilde gaan werken bij een octrooibureau. Hank had geen idee wat dat inhield, maar hij zou daar aanvragen gaan vertalen. Uiteindelijk heeft hij bij de octrooiraad zijn examen gedaan en werd hij octrooigemachtigde en jaren later zelfs partner. Ik kwam daar in januari 1977 werken als receptioniste. Ik woonde alleen met mijn dochter Digna en was blij met deze baan. Na een paar jaar ging Hank zijn zorgzame kant laten zien en ontmoette mijn puberende 13-jarige dochter en dat klikte. Wij zijn snel daarna getrouwd en gaan wonen in de Stevinstraat 221. Voor die tijd woonde hij samen met zijn moeder in een koophuis te Zoetermeer. Het was heel moeilijk voor zijn moeder die, naarmate zij ouder werd, heel veel aandacht vroeg. Hank heeft altijd gezegd dat hij zijn collega's nog altijd dankbaar is voor de mogelijkheid om onder kantooruren naar haar toe te gaan. Hier
Bij nog steeds dank aan zijn lieve collega's, er zijn er veel hier aanwezig. Als afleiding zijn wij toen golflessen gaan nemen en ook daar hebben wij vrienden gemaakt. Zijn ook aanwezig. Bram vertelde mij pas nog dat Hank met mij is gaan leven. Dankjewel voor het compliment, Bram. In 2002 trouwde Digna en hij zo kort tijd zei dat hij haar mocht weggeven aan Greg. Digna woonde al jaren in Australië en daar werden Max en Isabel geboren. Wij hebben het land en Nieuw-Zeeland een paar keer bezocht. Langzaam ging het wat achteruit, hij wilde niet veel meer. In die tijd verhuisde hij naar een appartement op de Stevinstraat en daar op nummer 417 heeft hij heerlijk gewoond. Ook mijn buurtjes zijn allemaal aanwezig. Toen ik op een gegeven moment, nadat hij diverse kleine aanrijdingen had gehad en er in 2 wekelijkse tijd 4 bekeuringen op de mat lagen van dezelfde plek, op de Alkmaarlaan, heb ik tot zijn grote verdriet de auto moeten verkopen. Hij heeft mij dit tot op het laatst kwalijk genomen. Toen deed de taxibus zijn intreden en omdat ik als vrijwilliger dagelijks in de S-hoek kom en hij het daar ook prettig vond, werd het ons tweede huis. Vorig jaar was hij zo slecht en de huisarts vond dat hij moest worden opgenomen. Nog niet gedaan, maar nadat hij in februari weer dagen niets at en dronk en in bed wilde blijven liggen, heb ik de knoop doorgehakt en is hij gaan wonen op de zeeschaluw van de S-hoeven. Zijn kamer netjes ingericht, nieuwe tv en koelkast voor hem gezocht en ook wat extra gekocht en ook wat extra kleding. Helaas heeft hij daar maar 2 maanden mogen wonen en door ongeziene omstandigheden is hij daar op Koningsdag. Terwijl ik in mijn oranje broek en sjaaltje rondliep, om 14:37 rustig ingeslapen. Gelukkig was ik bij hem. Wat ik nu mis, is het gemopper op hem. Hem weer de vloer optrekken omdat hij weer was gevallen. Ik vraag me ook af of ik Hank altijd op waarde heb geschat. Heel fijn is het dat Digna in maart even koffie kwam drinken. Als verrassing. En Hank vond het geweldig. Op 1 mei heb ik met vriend Bram hem naar het crematorium gebracht. Met de ondersteuning van die vereenkaart die me zo fijn op. Hank had zulke mooie bloemstukken gekregen en die hebben wij bij het in ons monument gelegd. Hiervoor nog dank. Gistermorgen hebben Digna, Max, Isabel en ik zijn as uitgestrooid bij het Indisch monument. En namens jullie, voor iedere persoon die aanwezig is, dus de 140 bloemen besteld en daar een bloemstuk van laten maken.